Oei oei en welkom bij een andere aflevering van BioRitology, waar je biologie leert met mij, Rita. In deze aflevering gaan we praten over de onderdelen van een boom en over ontkieming. Dus over hoe planten zich ontwikkelen vanuit een zaadje. We gebruiken deze les het voorbeeld van een boom, omdat je thuis best makkelijk een boom kunt pakken en bestuderen. En als je wilt, kun je zelf een paar bonen planten en in het echt kijken hoe een boom zich ontwikkelt. Als je naar een boom kijkt, zie je dit. Dit is een natuurgetrouw tekening van het buitenaanzicht van een boom. Je ziet een bruine vlies om de zaad heen. Dat is de zaadhuid en die zorgt voor bescherming van de zaad. Je ziet ook in het midden een lichtere deel. Dat is de navel. Dat is waar de boom aan de moederplant vastzaat. Boven de navel zit een kleine stipje. Dat is het zogenaamde poortje. Het is waar de boom water opneemt, zodat hij kan beginnen met groeien en ontwikkelen. Als je de zaadhuid weghaalt en de binnenkant van de boom bekijkt, zie je dit. Hier heb je dus een natuurgetrouw tekening van de lengte doorsnede van een boom. Er zijn twee andere onderdelen van de zaad die je moet kennen. Je hebt de kiem, dat is dit stukje waar je de beginvorm van de blaadjes, stengel en wortel kunt zien. De rest van de zaad zijn de zaadloben. Zaadloben zijn opslagruimte voor voedingsstoffen, zodat de kiem kan groeien totdat ze de eerste groene bladeren heeft. Nadat de plant de eerste groene bladeren heeft, kan ze hun eigen voedsel gaan maken. Daardoor heeft ze de zaadloben niet meer nodig. Nu je deze onderdelen kent, kunnen we verder gaan kijken naar ontkieming. Ontkieming is het groeien en ontwikkelen van de zaad tot een plant. Er is een verschil tussen groeien en ontwikkelen. Groeien is als iets groter wordt, dus het verandert niet van vorm, behalve door groter te worden. Terwijl ontwikkelen is juist als iets nieuws erbij komt. Denk ook aan jezelf. Je wordt langer, dat is groeien. Maar je bent niet geboren met tanden, die komen later bij, dus tanden moeten worden ontwikkeld. Nou, terug naar planten. Hier zie je de stappen die worden genomen tijdens het ontkiemen. De ontkieming begint zodat er water bij het zaadje komt. Bij de eerste afbeelding zie je de zaadloben en het beginstukje van de wortels. Naarmate de boom groeit en zich ontwikkelt, zie je dat de wortels steeds groter en uitgebreider worden. Dus de wortels groeien en ontwikkelen nieuwe zijwortels. Je ziet ook dat de bladeren vanuit de kiem groeien en dat de zaadloben nog een tijdje onderdeel van de plant blijven. Wat je hier niet ziet is de volgende stap, waar de zaadloben er vanaf zijn gevallen. Wat je nog meer in de afbeelding ziet, is dat er delen zijn die groen worden. De lijn die je dwars door de afbeelding ziet gaan, is de grondlijn. Wat dus onder die grondlijn is, is onder de grond, en wat er boven is boven de grond. Je ziet dat de delen boven de grond groen zijn. Dat is omdat de cellen onder de grond geen bladgroenkorrels nodig hebben. Denk aan de taak van de bladgroenkorrels. Waarom hebben de cellen onder de grond geen bladgroenkorrels nodig? Zet de video op pauze om erover na te denken. Ik ga zo direct verder met de uitleg. Bladgroenkorrels maken voedingsstoffen met behulp van de zonlicht. Ondergrond komt geen licht. Dus dan kunnen bladgroenkorrels onder de grond zijn werk niet doen. Wortels hebben wel korrels. Alleen geen bladgroenkorrels. Pas wanneer delen van de plant boven de grond komen, beginnen de korrels te veranderen in bladgroenkorrels. Slim toch? Op deze manier verspilt de plant geen energie aan onnodige dingen. Nou, zo kunnen we gaan afsluiten, want dat was eigenlijk voor deze aflevering. Hopelijk heb je wat kunnen leren. Als iets nog niet duidelijk is, luister dat stukje nog eens terug. Doei en tot snel!